Deze video behoort tot de driedelige videoreeks Goed schrijven is doen, waarbij ik in samenwerking met de website schrijfacademie.nl je leren een goede inleiding, alinea in het middenstuk en slot te schrijven. Zie hier het tweede deel. Deel 1 en 3 vind je in de beschrijving van deze video, evenals de link naar schrijfacademie.nl met specifieke schrijfopdrachten, zodat je na het kijken van deze video direct aan de slag kan. Want goed schrijven is doen. Schrijf je een goede alinea? Iedere alinea is opgebouwd uit een aantal zinnen. Die zinnen samen vormen een geheel. Net als bij het schrijven van een inleiding kun je ook hier aan drie knoppen draaien: namelijk inhoud, wat je opschrijft, stijl, hoe je dat doet en houding, hoe je de lezer benadert. De knop Inhoud. Net als bij een inleiding wordt een alinea goed als je weet wat je in de hele tekst gaat opschrijven. Bedenk van daaruit wat je per alinea wilt zeggen en schrijf dat eventueel in steekwoorden op. De knoppen Stel en Inhoud. Of je alinea nu in een informerende, opinierende of overtuigende tekst staat, vaak is het opgebouwd volgens eenzelfde structuur. Je houding als schrijver, wat je precies met de hele tekst wilt, is niet zo bepalend, dus voor een alinea. Het eerste wat je moet doen in een alinea is de belangrijkste boodschap opschrijven. De kernzin dus. Daarna geef je uitleg, bijvoorbeeld met een concreet voorbeeld. Korte, bondige alinea's lezen het fijnst. Geef ook goed aan. Hoe je van je kernboodschap naar uitleg gaat. Dus hoe je zinnen met elkaar samenhangen, zodat de lezer stap voor stap kan volgen welk punt je wilt maken. Daar helpen signaalwoorden bij. Een signaalwoord als 'omdat' geeft je lezer bijvoorbeeld aan dat je een reden gaat geven voor je kernboodschap. In de eerste video uit deze reeks liet ik drie verschillende inleidingen zien. Ik zal nu laten zien hoe de desbetreffende vervolgalinea eruit kan zien en hoe die is opgebouwd. De inleiding van het eerste opinierende artikel eindigde met de vraag of je meteen moet gaan lijnen of dat je nog een paar jaar kan wachten. Die vraag blijkt bij een vergelijking te horen: het beeld van overgewicht hebben staat voor het teveel aan stikstof in Nederland. In het middenstuk vind je een alinea die informatie geeft over hoe we dit weten dat er een teveel aan stikstof in Nederland is. In de eerste regel van Dialinia wordt een wetenschapper geïntroduceerd die vroeger al waarschuwde voor de grote hoeveelheid stikstof. Dit is de kerngedachte. Merk daarbij op dat wordt uitgelegd wie Wim de Vries is. Altijd belangrijk om de eerste keer als je een persoon in je stuk noemt te zeggen wie het is. Dan volgt een zin die begint met maar. Je denkt misschien dat de schrijver de wetenschapper de Vries gaat tegenspreken. Maar dat is niet zo. Al snel blijkt dat de wetenschapper zichzelf gecorrigeerd heeft. Het citaat van de wetenschapper is lang, maar van toegevoegde waarde omdat de wetenschapper reflecteert op zijn eigen gebrekkige inschattingen. De schrijver laat door het ongelijk van de wetenschapper zien dat het allemaal nog erger is dan deskundigen ooit dachten. Dat is een interessante manier om een punt te maken. Het tweede informerende artikel ging over het onderzoek naar hersenprikkels bij oudere mensen, zodat zij daarna informatie beter konden onthouden. In de vervolgalinea zie je heel duidelijk dat de schrijver je meer informatie over het onderzoek geeft. Hierbij benoemt hij eerst een opvallend feit: het is voor het eerst gelukt het geheugen te verbeteren. Dan lijkt de schrijver twijfel te zaaien. De wetenschappers betwijfelden of dat kan. Maar nee, er is aanvullend bewijs voor de kernboodschap uit eerdere studies. Hersenstimulatie onder jongere proefpersonen had al een positief effect. Ook bij het derde betogende artikel over de negatieve gevolgen van een gezichtsfilter zie je een hele duidelijke opbouw. De schrijver begint met zijn belangrijkste boodschap, in dit geval zijn standpunt, gevolgd door zijn argument dat hij versterkt aan de hand van een onderzoek. De stijl van zijn volgende alinea is te mooi om niet te vermelden. Ook nu begint hij te schrijven met zijn belangrijkste boodschap. Zijn standpunt dat hij de glad getrokken en volgespoten gezicht door een gezichtsfilter doodeng vindt. En vervolgens legt hij aan de hand van drie argumenten uit, zie steeds het signaalwoord omdat, waarom hij dat vindt. Je ziet hier naast de drieslag ook nog een ander retorisch trucje. Hij begint steeds met het woord doodeng. Ik zal nu voordoen hoe je een goede alinea kunt schrijven. In de eerste video schreef ik een inleiding bij het onderwerp dat middelbare scholen later moeten beginnen met les. Als ik een vervolgalinea ga schrijven, dus een alinea in het middenstuk, dan moet dat natuurlijk aansluiten bij mijn schrijfdoel en houding. Informeren, opiniëren of overtuigen. Ik ga er voor alle drie één maken. Bij mijn informerende inleiding uit de vorige video zag je dat ik eindigde met de zin waarin ik het bioritme noemde. Ik begin mijn vervolgalinea met de belangrijkste zin. Het bioritme van jongeren is vanaf hun dertiende tot hun twintigste anders, waardoor ze later in slaap vallen. Zoals gezegd sluit deze zin dus goed aan bij de laatste zin van mijn inleiding, omdat ik het daarover het bioritme heb. Vervolgens leg ik dit verder uit. Dit komt door het slaaphormoon melatonine. Bij jongeren komt dit slaaphormoon pas op een later tijdstip vrij dan bij kinderen of volwassenen. Dit zorgt ervoor dat jongeren later in slaap vallen. En dan nu kom ik met een voorbeeld. Als een puber bijvoorbeeld op zijn vroegst om 11 uur naar bed gaat vanwege het andere bioritme, vervolgens de aanbevolen 8,5 uur slaapt, dan wordt hij wakker om half 8. Voordat hij goed en wel is opgestaan, zich heeft opgefrist, heeft ontbeten en op de fiets naar school gaat, is hij zeker een uur, zo niet anderhalf, verder. In mijn opinierende artikel eindigde ik met de vraag in hoeverre is het realistisch dat scholen in Nederland echt later starten. In mijn middenstuk wil ik antwoord geven op deze vraag door informatie te geven en bijvoorbeeld onderwijskundigen aan het woord te laten die iets kunnen zeggen over dit onderwerp. Dat zou ik op de volgende manier kunnen doen. Onderwijskundige Saskia Den El, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, geeft aan dat scholen niet zomaar later kunnen starten, omdat de overheid heeft bepaald hoeveel uur leerlingen onderwijs moeten hebben. In deze beginsin geef ik de belangrijkste boodschap weer. Het kan niet zomaar. Ik zei het al eerder, let erop dat je de functie of beroep noemt van iemand die je in je tekst aanhaalt, want je leunt als schrijver op de deskundigheid van die persoon. Ik kan als schrijver zo in een opinierende tekst objectief of neutraal zijn door niet mijn eigen mening te formuleren, maar een deskundige aan het woord te laten die veel over het onderwerp weet. Nu wil ik uitleggen waarom dat niet kan. Leerlingen moeten ieder schooljaar gemiddeld 3600 uur naar school. Dat is vastgesteld door onze overheid en dus heeft dit volgens Den L een gevolg. Als leerlingen later naar school willen, kan dat, maar dan zitten ze dus ook later op school. Logisch is om nu als voorbeeld aan te geven welke consequentie het kan hebben als leerlingen later op school zitten. Dit laatste betekent dat je als leerling minder tijd hebt voor huiswerk, sporten, ontspanning, chillen met je vrienden etc. De vraag is of leerlingen dat willen. Tot slot een voorbeeldalinea bij een betogende tekst. In mijn voorbeeldinleiding eindigde ik met het standpunt dat scholen beter om tien uur kunnen beginnen. In de Alinea die ik nu ga schrijven, moet ik met een argument voor mijn standpunt komen. En dat doe ik als volgt. Allereerst is dat beter voor de concentratie van jongeren. Dit argument ga ik nu uitleggen en dat doe ik aan de hand van de informatie die ik al eerder schreef bij mijn informerende tekst. Jongeren zijn minder goed wakker in de ochtend. Dat heeft te maken met hun bioritme. Het bioritme van jongeren is vanaf een dertiende tot een twintigste namelijk anders, waardoor ze later in slaap vallen. Zie je dat ik hier het woord namelijk aan heb toegevoegd? Dat signaalwoord geeft een argument aan. Deze zin sluit goed aan bij de laatste zin van mijn inleiding, omdat ik het daar dus ook over het bioritme heb. Vervolgens leg ik dit verder uit. Dit komt door het slaaphormoon melatonine. Bij jongeren komt dit slaaphormoon pas op een later tijdstip vrij dan bij kinderen of volwassenen. Dit zorgt ervoor dat jongeren later in slaap vallen. Nu is het de bedoeling dat ik deze oorzaak-gevolgketen sluitend maak, en dat doe ik door weer te verwijzen naar mijn argument. Als pubers vroeg op school moeten zijn terwijl ze nog niet uitgerust zijn, heeft dit een negatief effect op hun concentratievermogen. Je zou nu nog kunnen eindigen met een voorbeeld, maar eigenlijk heb je in deze alinea je argument al voldoende duidelijk gemaakt en onderbouwd. Samenvattend, als je een goede alinea wilt schrijven, zorg je ervoor dat je weet wat je in welke alinea wilt gaan zeggen. Begin je altijd met de belangrijkste boodschap, de kernzin, gevolgd door een uitleg en voorbeeld. Wil je verder oefenen? Klik dan op de oefeningen in de beschrijving van deze video. In de volgende video zie je hoe je een goed slot schrijft. Thank <smart noise> you.